Hij piept niet, hij kraakt niet. Dit is toch vet? Godverdomme man. Job, een BMW 850i, 27 jaar oud. Jullie vroegen om auto's die onder de 50.000 euro zijn, iets meer beschikbaar, iets redelijker, maar wel dik. Ik belde John van Day One World of Cars. Hij staat ook al de hele tijd aan. Hij staat als we hier nog 10 minuten staan, dan vallen we hier dood neer, maar dat geeft niks. Want hij moest hem jump starten. Ik belde John voor Day One World of Cars. We spreken veel mensen. Wat wil je op de beurs komen doen, et cetera. Nou weet ik dat deze man heel veel 90s classics, dit soort auto's heeft staan. Ja, hij is er gek op. Ik ook. Ja. Want ik ben wel weer eens benieuwd hoe dit rijdt. Hij neemt ze ook mee naar de beurs. Dus op de beurs komt zijn 90s classics verzameling met een paar mooie auto's te staan. Zodat jij het ook kan herbeleven. En het mooie is dat we voor het eerst gaan we vanaf nu 3 keer achter elkaar uploaden. Dus deze video die je nu ziet, morgen eentje en de dag daarna eentje. Onder één voorwaarde is dat er genoeg abonnees bij komen. Want hoeveel abonnees willen we er dit jaar bij hebben? We willen wel 100.000 erbij. Dit jaar? Aankomend jaar? 100.000. Ja, jij vraagt het aan mij. Ja. 100.000. Oké. Ga ik voor. Ja, dus iedereen die het nu kijkt, het zou leuk zijn als jullie abonneren. Want hoe meer abonnees wij erbij krijgen, hoe meer van dit soort toffe shit wij voor jullie kunnen maken. En daarom krijgen jullie 3 dagen achter elkaar een aflevering van ons. Hey, wat kostte die? Wat zijn die? 35.000 euro? Ja, 35.000 nu. Mag je meenemen? Ja. Ik denk dat je als je 32 in het handje geeft, dan mag je hem ook meenemen. Ik vind het wel echt een icoon. Ik vind het echt dik. Ja, zou je hem iconisch noemen? Ja, voor mij wel. Ik vind dit een hele iconische auto. Ja, het mooie is, er staan nog 2 auto's. Dat zijn ook best wel iconen. En die gaan we ook testen. Vind ik echt een icoon. Ja, die van morgen is echt een icoon. En die van overmorgen is gewoon mijn schatje. Ja, oké, dan weten we dat. Hij kost 35 om aan te schaffen, Jay, maar je hebt zeker geld nodig om hem te kunnen rijden. Ja. En je hebt een flinke bicep nodig om de deur dicht te gooien. Doe nog eens. Ik hoef niet meer naar de sportschool. 3, 2, 1. Oh! Het gaat altijd mis. Wacht even. 3, 2, 1. Lekker hoor. Zullen we naar buiten rijden? Zullen we dat doen? Ja. Ben mij naar weg, jongens. Ja. Hoor je dat? Ik ben ook bang dat als hij uitvalt, dat hij niet meer aangaat. Maar dit is wel wijs. Kijk dan, hier zelfs de klok is digitaal. Oep. Wat is dat? Zo'n zon... Hoe zit jij? Nou? Ja, door die hier. Oké. Wel een goede toeter hoor. Ja, dit is... Ja. Ik heb het gevoel dat ik super dicht op die camera zit, joh. Zit je lekker, Reinhard? Ja, ik zit... Check dit hoor. Ja? Wat is dit? Dit is een cassettebandje, gek. Wat vet. Oh, hadden we die nu maar meegenomen, hé? Cassettebandjes. Hier zit ik nou altijd met mijn knot tegen het plafond of wat? Ja, maar dat heb jij wel vaker. Zeggen mensen hoe. Ook mensen die dat zeggen in de. Hoe lang duurt het om dat ijzerelkochtend om te doen? Zullen we dat een keertje beantwoorden? Hoe lang duurt het om dit als ochtends allemaal om te doen? Ik denk. 2-3 minuten. Dat valt nog mee. Alles is leer, alles is digitaal. Hij is 228.000 gulden. Wow. Ik schrik overal van hier, hè? Ik weet het niet. Alles is elektrisch, John, maar ik durf ook niet. Alles is elektrisch behalve het elektrische dak. Mensen niet eens weten wat voor is. Nee? Mensen denk je dat er mensen zijn mensen die nu kijken die niet weten wat het is? Dat weten mensen niet. Nee? Nee. Nooit. Mensen Jij heeft nog nooit iemand tegen zijn neus aangehouden. Nee? Nee. Gek. Dikke V12, Jay. Ja. Dikke V12. Ja. Hoeveel pk?
V12, hè? Ja. Niet een V8 of een... Ik heb hierna, de eerste keer had ik je ook gehoord. Dus ik gok 420. Ik ben echt nu gewoon random iets aan het gooien. Nee, laat zeggen rond de 400 pk. Nee, 437 pk. 299. Niet. Ja. Je hebt toch wel meer pk? Nou, je hebt wel een V12. Als daily driver is dit natuurlijk heel moeilijk, maar ik kan me voorstellen dat deze in de schuur staat. En als je van dit soort auto's houdt, dat je af en toe naar binnen loopt en denkt, oh wat wijs, ik heb er eentje. Hij is betaalbaar. Ja. En zelfs de zolderklep is elektrisch. Hij is best wel zeldzaam, hè? Er zijn er 30.000 van gemaakt. Ja. In totaal. Hij ging heel hard op de beurs de eerste paar dagen. En daarna zakte hij eigenlijk een beetje in. Hij heeft denk ik BMW niet gebracht wat BMW had gehoopt. Maar toch rij je in, vind ik, iets heel diks. Nou, gaan we eens even kijken wat een beetje V12. Ja. Laten we niet weer de 0-100 test doen en dan niet erbij zeggen met hoeveel mensen we in de auto zitten en of het glad is. Want hebben we dat gezeik weer. Oh. Is 50. Ja, 30. Maar dit is wel gewoon lekker relaxed rijden. Dit is geen daily driver. Deze haal je in de zomer uit je garage. En je lekker gaat gewoon, cruisen. Precies, je gaat er gewoon in rijden omdat je een echte liefhebber bent, weet je wel. John zag je net ook gewoon heel blij worden van deze auto toen die gestart werd. Hij heeft er echt de tijd niet gereden. Helemaal trots. Ja. Ja, snap ik ook wel. Ik ook. Maar het leuke is ook, het komt dus ook op de beurs. Ja, en dat is waarom we dit soort dingen zijn nu. We zien veel in de comments, ja, maar probeer ook dit, probeer dat. We proberen nu een zo breed mogelijk scala te laten zien van wat er in de beurs komt. Maar ook gewoon, hey, wat is betaalbaar, maar wat is nostalgisch, wat is leuk, wat is anders om te rijden. Weet je wel, we gaan alles testen. Van super en hypercars tot dit soort dingen. En misschien gaan we ook nog wel hele andere dingen testen. Weet je, er is nog zoveel mogelijk. En dat is wat we op de beurs ook gaan laten zien. Weet je wel, en dit komt er gewoon ook te staan. Dus voor iedereen is er wel wat. Hoe tof is dat? Ik vind het een lekker autootje, man. Ja? Heel even stuk kijken wat die doet. De plek waar die hoort te zijn, denk ik. Volgens mij gewoon echt een kilometervreter. Jee, voor een auto die, weet ik veel hoe lang al stilstaat. Hij piept niet, hij kraakt niet. Hij doet het gewoon, hè? Ja, hij doet het. Hij rijdt wel gewoon weer. Je start hem. Ja, je voelt wel dat... Jij zei net dat er niets piepte. Is dat? Die is wel zeker op cruisecontrole hier. Kijk dan. Auto van 27 jaar oud. Heb je nu cruisecontrole? Jazeker. Ah, ja. Ja, ja. Werkt gewoon. Je moest ook gewoon wat dieper. Kijk. Oh. Ja, het duurt even voordat we erachter waren. Oké. Okay. Er zit niet iets wat het tegenhoudt. Nee, er zit geen windknop. Nee. Leuk, jouw knot waait alleen weg. Dat jouw knot ineens zo weg is. Het werkt wel gewoon, hè? Ik wou net heel tof deed ik alsof hij het niet deed. Maar hij werkt wel. Oké, geef eens vol gas. Ja? Ja? Oké. Is dit vol? Nee. Oh, yeah. Zie jij wel een grommetje? V12, ja, lekker. In Xenertijd was die snel. Ja. Hey. Dat is toch vet? Ja. Zijn er nou nog meer 80s of 90s auto's die jullie op de beurs willen zien? Laat het gewoon even aan ons weten, hè? Want die proberen we die daar ook te krijgen. Maar we hebben morgen en overmorgen ook nog een aflevering. En daar hebben we ook nog twee kleine verrassingjes voor jullie. Dat zijn auto's die voor ons in ieder geval beide nog wel wat iconischer zijn dan dit, toch? En voor hun ook zeker. Ja. Ik weet dat ze een beetje leuk vinden. Ja. Morgen gaan we ook echt iets diks rijden. Zullen we even wisselen? Ja. Want ik kan niet wachten om hierin te rijden. Ik denk dat dit jou supergoed staat gewoon. Ja? Ik denk het dus ook. Wij gaan wisselen. Kijk, dit vind ik echt leuk, hè? Oh, kijk nou jongens. Kijk naar die details ook, het is wel leuk hoor. Oh, ik hoef gewoon mijn stoel niet te verzetten. Krijgen we hier een balzakgevoel van? Zit geen standje sambal op? Nee, ik denk dat dit eerder nostalgie kriebel. Ja. Oh! Soepeltjes, hè? Ja! Hij glijdt over de weg. Je moet wel je moet wel flink remmen.
En goed sturen. En goed sturen. Holy shit. Oh, wat leuk. Toch is het heel anders dan als je daar... Kijk hier, probeer echt te remmen nu, hè. Oh, kijk. Je moet even... Het is best wel werken nog. Hé. Hey. Holy shit. Wat was dat? Nee, wat vet. Hè? Toen al. Nee, doe nog eens. Ja, wat wijs. Nog één keertje. Net zo oud als Xenia, deze auto. Ja, ja. Het is ook zo'n oude lel, dit. Oh. Wat denken jullie zelf hier zo? Oh. Zonder klep. Oh nee, sorry, is elektrisch. Dit is wel vet, hoor. Kijk nou. Iedereen denkt hier, wat doet deze guy? In die 850i uit 1992. 228.000 gulden. Schoon aan de haak. Ja, en nu kan je hem voor 35 meepakken. Oké, okay. Uitconclusie. Job, zeg het eens. Jij zou hem dus kopen? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Komt ook misschien omdat ik nog niet een passie heb gehad voor auto's uit die tijd. Ja, snap ik. Dus het klinkt nu als heel veel geld voor die tijd. En 35.000 euro... zou ik nu misschien er wel aan uit kunnen geven, maar dan zou ik echt een paar keer mee in de zomer moeten rijden. Ja, je moet gewoon een verzamelaar zijn dan. Precies. En ik weet niet of ik nu dan elke week mijn garage binnenstap en denk, oh. Nee. Terwijl ik denk met de twee auto's die hierna komen, zou dat wel echt kunnen. Ja. Dat je denkt, oh vet. En die andere denk je, oh leuk. 100%. Toch? 100%. Ja. Ja, is het in jouw ogen een icoon? Rijden in een icoon? Heb je dat gevoel? Nou, meer... Nee, dat heb ik niet. Maar dat komt omdat ik weet dat we hierna gaan rijden. En dat zijn voor mij een soort van iconen. Of in ieder geval auto's met een iets specialere betekenis. Waarvan ik denk, ja, dit is wel het begin van een hoop dingen. Ja, eens. Agreed. Oh, kijk, we mogen gewoon naar binnen rijden, jongens. Hop. Fully electric. Het enige wat we nog niet hebben gecheckt is, en dat moet nog wel even, de sleutel. En die is natuurlijk gewoon episch. Ik vond hem mij positief verrassen. Ik ook. Ik vond het fantastisch rijden. Ik vond het knus. Ik vond het gezellig. Ik vond het nostalgisch. Ik vind wel, voor die tijd was het een hele dure auto. Of hij het helemaal waard heeft gemaakt, weet ik niet. Nee, goeie. Maar maakt het uit. We hebben erin gereden. We kunnen hem weer afstrepen. We gaan door naar de volgende, want morgen hebben we weer een aflevering. En als we genoeg abonneren, hebben we de dag daarna weer een aflevering. Hoe mooi is dat? Vergeet niet even naar @dayonelifestyle te gaan op Instagram. Volg ons daar, dan zie je meer foto's van de auto's. Vergeet niet je kaart te halen voor Day One World of Cars, toch? Zeker. Want daar staat deze. Dit soort dingen staan er ook. 90's, ja. Vet man. In zo'n hoekje ga ik altijd even kijken, hoor. Ja. Ja, ik vind dat mooi. 11, 12, 13 april, jongens. We kunnen het niet genoeg zeggen. Onze eigen carshow in de jaarbeurs. In Utrecht. Vergeet niet te abonneren, want er komt er morgen weer een video online. Dank jullie wel. Vergeet Job niet te volgen op Instagram. En mij natuurlijk ook. Genoeg geluld. Tot morgen. Fijn om dat een keer te zeggen. Hé, wacht. Kijk, komt-ie. Huh?